zoals jullie waarschijnlijk weten, ga ik binnenkort op vakantie. Ik ga van 13 juli tot 23 juli ga ik op vakantie. Ik ga dus 10 dagen op vakantie. Ik neem wel altijd echt veel te veel mee. Maar jullie zien mijn koffer al, er zit echt super veel in. Waarschijnlijk veel te veel voor 10 dagen. Maar ja, ik heb liever dat ik kan kiezen tussen dingen dan dat ik te weinig mee heb. Dan kan ik tenminste zelf nog kiezen en zo. En zolang het in mijn koffer past, is het goed. Dus ik ga jullie even laten zien wat er allemaal in zit. Ik ga dus op een zomervakantie, ik ga naar Spanje. Dus je zal geen winterkleding meer aantreffen. Kijk, wat ik voor als eerst mee heb is een kussensloop. Ik neem namelijk een kussen mee in de bus, maar daar vertel ik straks meer over. De bus is niet altijd schoon, dus dan doe ik wel eens gewoon kussensloop erbij. En even kijken, voor de rest een strandtas. Die vind ik gewoon handig om een andere tas mee te hebben voor het strand. Wordt toch altijd een beetje vies door het zand. Dit is een tasje voor het uitgaan. Verder heb ik een handdoek mee. En er zit er nog eentje in mijn tas. Ik denk dat 2 al genoeg is, ik weet het niet, maar het zie ik dan wel. Ja, verder, hier zitten allemaal jurkjes en jumpsuits. Daar heb ik best wel veel van mee, maar dan kan ik in ieder geval kiezen. Hier joggingbroek, allemaal vestjes, hotpants. En ik heb natuurlijk ook tailleriemen mee. Eentje maar. En een paar sokken. Dan zal ik niet heel veel dichte schoenen dragen, maar je moet toch sokken hebben voor als je ze draagt. Verder heb ik hier allemaal shirtjes. Gewoon zo'n laag met shirtjes gewoon. Maar ja, dat is... dan kan ik het gewoon kiezen. Ik ben echt heel moeilijk. Ik wil eigenlijk het liefst mijn hele kledingkast meenemen, maar dat wordt het niet. verder heb ik hier allemaal onderbroeken. Ik draag, kan ik op zich wel laten zien. Soms draag ik van die boxer dingen. Vind ik gewoon lekker zitten. En s'avonds draag ik dan van die slipjes. En dus die heb ik allemaal mee. 10 stuks van ieder. Dat is wel genoeg, denk ik. Verder heb ik van die slaapshirtjes, slaaphoekjes mee. Het is gewoon lekker voor vakantie, gewoon van die kleine. En dan BH's en bikinis, dat ga ik niet laten zien. En een sporttopje gewoon, het zit gewoon lekker. En ik denk niet dat ik echt ga sporten op vakantie. Maar onder één shirtje staat het sowieso leuk als een soort band hier. Maar dat was wat hier in mijn koffer zat. Verder heb ik nog een ander deel van mijn koffer en daar ga ik nu laten zien. Hier zit dus echt best wel veel in. Ik zal anders eerst laten zien wat hieronder zit. Hier zitten Birkenstocks. Royal Allstars. Dat zijn de enige dichte schoenen die ik meeneem. Nou, niet de enige, want ik doe zwarte mini tonka's onderweg aan. Dan nog meer slippers. Mijn föhn. En een steltang. En dat is wat hierin zit. Verder zit in de grote vakjes een zonnebrand. Nog een zonnebrandspray uit de Glossy of the Beauty Box. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar als je dat echt zou willen weten, moet je naar mijn filmpjes kijken. Dan een Batiste droog shampoo. Dat vind ik gewoon echt super ideaal voor vakantie. Want je hebt heel snel het gevoel van mijn haar is vies na het zwemmen en zo. En doe er gewoon wat droog shampoo in en dan blijft het toch beter voor je haar. Als je dat elke dag of 2 keer per dag je haar wast, dan is het goed, droog je haar er snel van uit. Even kijken, en dan een ander pakje. Een borstel, dat is wel handig. 2 serums. Ik ben echt volgens mij verslaafd aan serums, maar ik gebruik ook elke keer een andere na het douchen. En nog een serum. Gewoon omdat het kan. Even kijken. Zo. Allemaal weer terug doen. Ik ben altijd bang dat die dingen lekken in de tas. Want die zijn altijd heel vettig. En dan is je hele koffer eigenlijk verpest. Maar dat zien we dan wel. Verder heb ik watjes gekocht van de Kruidvat. En dit is een mini shampoo. Ik heb van mijn lieve vriendinnetje Barbara heb ik allemaal minis gekregen voor vakantie. Super handig. Even kijken, een mondwater mini, een shower gel mini. Dit is een spray conditioner. Dit is een body lotion, een lippenbalsem. En ook een shower gel. Een mini deo. Een serum. Dit is een leeg flesje. Waarom neem je een leeg spuitflesje mee? Omdat ik het lekker vind als je hier water in doet en dan zo op je gezicht spray. Het geeft gewoon een lekker fris gevoel. Dus dit is een body lotion van Switzerland. Kijk lekker. Een After Sun van No Ad. Een
scheermesje. Het is ook wel belangrijk dat je dat niet vergeet, anders dan loop je erbij als een aap. een hielbalsem, dat is voor je voeten, maar ja, dat is gewoon heel vochtinbrengend voor je voeten. Nou, lekker toch. Dit is een zoutspray, daar krijg je zeg maar van die beachy golven van. En ja, ik ga deze denk ik niet zelf gebruiken, maar ik denk dat vriendin Barbara van mij, die dus meegaat, waar ik mee op vakantie ga, dat die misschien wel gaat gebruiken of in ieder geval gaat uittesten. Dan een cleansing lotion, ja, die neem ik eigenlijk ook mee voor Barbara, omdat ik gebruik het niet echt, maar misschien ga ik hem wel een paar keer gebruiken deze vakantie. En dan zo'n potje waar ik allemaal crèmespoelingen in gedaan heb, van Kirel natuurlijk, mijn geliefde crèmespoeling. En de wattenstaafjes van de Ethos, teenspreiders van Hero, die kreeg ik bij de Blossombox. Allemaal elastiekjes en de rest van hier. Oh ja, deze moet ik eigenlijk uithalen, daar had ik eerst wattenstaafjes in gedaan. Maar nu heb ik deze natuurlijk, dus dat is veel handiger, dus die gooi ik meteen eruit. En dan een spray voor mijn nagellakremover erin. Nou, hoe handig is dat? Ik heb hem gewoon gevuld en dan doe je gewoon op een wattenschijfje doe je een paar spreetjes nagellakremover. Volgens mij ben je er dan nog zuiniger mee ook. En ja, ik moet ook mijn nagellak er weer af kunnen halen. En ja, dat was wat er in mijn koffer zat. En dan ga ik jullie nu laten zien wat ik voor onderweg meeneem en in mijn handbagage meeneem. Ja. Ik denk, ik doe een sjouw om en een weer jasje. Misschien een beetje warm, maar ja, het eerste stuk van de bus zitten we in Nederland. En mocht het koud zijn, heb ik in ieder geval een jas mee. Ik doe deze schoenen aan. Het zijn dichte schoenen, maar ja, ik had altijd nog een switchje voor slippers. Denk ik, ik weet nog niet hoe ik dat ga doen, maar het zit wel. Een badhanddoek voor in mijn handbagage. Ik moet eigenlijk ook nog een bikini eruit halen voor in mijn handbagage. Omdat wij kunnen eerst het hotel niet in, dus dan kunnen we meteen al gaan zwemmen en zo. Dus wat chill. Verder mijn kussen met een sloopje al voor in de bus. Dan een dekentje. Nou, die vind ik sowieso heel fijn om op vakantie te hebben, want ja, hij is lekker dun. En ik hou er wel echt van om te slapen met een deken. Maar met zo'n hele dikke is het natuurlijk veel te warm. Dus ja, deze is gewoon lekker voor in de bus en lekker voor als ik daaronder wil liggen op vakantie. Verder doe ik een joggingbroek aan. Deze is van Abercrombie & Fitch. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. En ja, ik geef niet zo heel veel ommerken, maar ik vond het leuk. Verder een vest neem ik mee. Die kan ik dan weer uitdoen of aandoen als het kouder wordt. En ik weet nog niet welk shirtje ik erboven ga doen, maar dat zie ik dan wel. Verder neem ik een hoed mee, want ja, dat vind ik gewoon lekker dat ik beschermd ben. En ik vind hoedjes wel leuk, dan bij mij. En dan ja, ik heb nog een tas. Wat zit hierin? Cosmobile Beachbook, superleuk. Een extra SD-kaart voor mijn camera. Ik neem helaas niet mijn spiegelreflexcamera mee. Ik heb er nog aan zitten denken. Maar ja, als die gejat wordt, dan is dat wel gewoon echt heel erg. Of als er iets mee gebeurt. Dus die neem ik niet mee. Ik neem in plaats daarvan een onderwatercamera mee. Dat is misschien juist extra leuk. Spiegelreflexcamera doet niet zo snel onder water. Deze, hij is van Olympus. Een U-top of zo. Zo, nou, in ieder geval onderwatercamera. Was nog een heel gedoe mee, want die was eerst kapot. Dus die moest naar net gerepareerd worden. Maar hij is op tijd gerepareerd, dus ik ben super blij. En er zit ook nog een extra batterijtje bij voor als die andere op is. Verder een deo van Axe. Voor vrouwen, niet voor mannen. Een zonnebril van mij. Het is geen duur merk of zo. Ik ben echt niet voor die merk zonnebrillen als er nog iets mee gebeurt. Maar dat is mijn zonnebril. Dat is de enige die mij... een beetje leuk staat, zonnebrillen staan maar net zo. Geen brillenhoofd. Dan waterflesje, bobbel. Een potje zout. Ja, ik vind het gewoon super handig, want we zitten 20 uur in de bus en we moeten ook wat dingen eten. En ook op werk moet ik altijd onderweg eten. En ik merk dat het heel handig is om een potje zout en peper mee te nemen. Als het eten dan niet zo lekker is, dan doe je gewoon het zout en peper overheen. En lepeltjes, super handig. Gewoon plastic, dus die gooi je gewoon weer weg. Ja, de bakjes zat er nog in, maar er zitten oorbellen in. Ja, er zitten misschien wel meer oorbellen bij. Dit is een ketting. Oplader van een onderwatercamera. Een beauty bag. Nou, hier, ik ga niet laten zien in dit filmpje wat hier allemaal in zit. Maar ik heb een, moet je even bij mijn filmpjes kijken, maar er is een filmpje bij van What's in my beauty bag. En dan zie je precies wat hier allemaal in zit. Dus ja, als je dat echt wil weten, dan moet je naar het filmpje kijken van mij. Verder
misschien gewoon handig om mee te nemen. Een boekje, een notitieboekje. Zakdoekjes voor als er iets morst of als je een neus verstopt, neus of weet ik veel. Gewoon handig. Portemonnee, ja, hier moet wel op terugkomen, want ik ga al mijn dingen die in deze portemonnee zitten, ga ik overplaatsen in een andere portemonnee. En mijn pasjes hou ik thuis. Dus mocht die gejat worden, dan heb ik mijn pasjes gewoon nog hier. Van de kledingwinkels en dat soort dingen. Een tandenborstel, even, vind ik gewoon fris om mijn tanden te poetsen. Met tandpasta natuurlijk. En blistex voor droge lippen, die heb ik best wel vaak. Dan een armbandje, gewoon leuk. Desinfecterend gel. Nou, dat is echt iets voor jou. Liefde gewoon, ja, echt iets voor mij. Omdat ik gewoon, ja, ik vind het gewoon fris om soms mijn handen soort van te wassen. Pennen, ik heb echt altijd pennen in de tas. Ring, nou, ring. Clipje, wat zit er nog meer in? Nagellakje van Essie. Ik ben echt verliefd op deze Essie nagellak. Ik heb hem nu ook op. Hij zit vet goed. En ja, ik weet niet, hij chipt na 2 dagen nog niet. En terwijl de meeste nagellakjes die ik gebruik, die deden dat wel. Dus dat was wel echt rottig. Verder nog oortjes. Nou ja, ik kan natuurlijk ook muziek kunnen luisteren in de bus of zo. Als Barbara vervelend is. maar over chipkaart, ja, die ga over chipkaart zal ik er even uithalen. Die heb ik niet nodig. Een kaartje van werk ook niet. En ja, oh, ik dacht dat je ging werken. Nee, ik ga niet werken op vakantie. Maar ja, dat was het. Dat neem ik allemaal mee. Waarschijnlijk veel te veel. Maar ja, dat was het. Ik hoop dat jullie er misschien wat aan hadden. Er zit ook nog een inpaklijst op mijn blog, dus mocht je daar ook willen kijken, dan kan dat. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne vakantie en tot ziens. Doeg! En ze doet haar koffer dicht. Jongens, het is gelukt. Woehoe, bijna. Applausje voor... Bijna. Applausje voor Eline. Woehoe! Er zit een slotje in, dus ik moet hem weer openmaken. Oh my god. Dom. Fucking dom. Mag ik ook even op het filmpje? Ja. ja, vind ik handig om onderweg mee te nemen, want we zitten 20 uur in de bus. Dus stel dat ik dan echt vrees bij mijn bek meer, dan kan ik in ieder geval mijn tanden poetsen. Oké, nou. Even overnieuw of je tanden staat. Ik neem mijn tandenborstel mee, maar als ik dan niet zo lekker uit mijn mond ruik, dan kan ik mijn tanden poetsen. Knip! Je moet gewoon zeggen dat het gewoon lekker fris is. Eet je mond zinkt niet zo lekker in een filmpje. Okay, ja, dat is waar. Opnieuw. Barbara filmt dit. Overnieuw. Knip. Overnieuw.